tussen de laatste wandelaars. Dan komt Moreno. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! Succes lopers! Deze instructies van de organisatie opvolgen! Naar verwachting hebben we een hele goede 20e editie gehad. De weergoden die waren ook helemaal met ons mee, dus als organisatie zijn we heel tevreden met het verloop van deze editie. En hoe waren de voorbereidingen naar de dag toe? Nou, het is altijd elk jaar hectisch. Hè? Je moet ervoor zorgen dat je alles op tijd klaar hebt. Dat je leveranciers op tijd zijn. En het is toch elk jaar, ondanks dat je een draaiboek hebt, is het toch hectisch. Hmm. Oké, de Biggie Brokkiewakker waren ook aandeelhouders of sponsoren bij betrokken. Bij het gebeuren? Ja, er zijn nu standaard 6 sponsoren erbij betrokken, ja. Het is dus goed begonnen, de mensen hebben zich allemaal aangemeld bij de brug? Ja, klopt. Alleen maar net als elk jaar is er altijd een groep die zich niet houdt aan de tijd en dat ze dan toch door het niet op tijd komen tot dat je ze gezorgd hebben dat het transport van de mensen niet op tijd hebben we kunnen afsluiten. Mm-hmm. Ondanks grote oproep van jongens, kom op tijd. Meestal is het 6:30, moet je er zijn. Mensen komen om 6:45 aandansen. En dat kan je, brengt je organisatie een beetje in problemen, ja. Op eerste plaats. We gaan nu, COVID was de reden dat het toen niet doorgaan is, maar dit gaat gewoon elk jaar door. We zeggen het als organisatie altijd, deze activiteit is eigenlijk een beetje van het volk. Dus ook naast het sportgebeuren heeft het ook al inmiddels een sociaal karakter. Dus de mensen verwachten het gewoon dat het elk jaar georganiseerd wordt. Toen ik jou eerder sprak, gaf je dus aan dat ongeveer 4000 mensen zich aangemeld hebben. Is de aantal gestegen? Uiteindelijk, we hebben het bij 4200, want toen waren we helemaal uitverkocht met onze shirts. Dus we moesten genoodzaakt stoppen. En ja, de ervaring van de afgelopen 2 jaar zou dit eigenlijk een beetje het gewenste aantal zijn. Om dat crowd control goed in de gaten te kunnen houden. En dan heb je nog een beetje overzicht wat veiligheid en dat soort zaken betreft. Oké, en wat waren de reacties van de deelnemers? Nou, we hebben hele goede positieve reacties gehad. Mensen waren zeer blij. Wij als organisatie, ja, daar zijn we heel blij mee. Dat de mensen zich ook netjes hebben gedragen, ja, vriendelijk hebben gedragen. Dat doet ons zeer goed. Die brok met zijn 5 kilometer titel gaat dus als eerste over de finish. Wat een tempo en wat een afstand met de concurrentie.